De geleverde diensten van leerkrachten aan de maatschappij kunnen niet onopgemerkt blijven. De inspanning heeft onder meer gezorgd voor waardige burgers in de maatschappij. Met deze woorden markeerde onderwijsminister Henry Ory de bijdrage van leerkrachten van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs als een belangrijke mijlpaal. De Katholieke Onderwijzersbond KOB heeft vanmorgen 35 leerkrachten gehuldigd voor 25, 30 en 35 dienstjaren. Ory vindt het belangrijk dat het ministerie een goede verstandhouding blijft hebben met alle onderwijsonderdelen. Er zijn heel veel issues. Het onderwijssector is enorm veel in beweging. Heel veel issues spelen op het ogenblik. Ik heb er dagelijks mee te maken. Maar we moeten geen geduld verliezen. We gaan langzaam, maar op tempo, een aantal van die structurele problemen moeten gaan oplossen met elkaar. En RKBO, KBO is daar ook een partner. KOB-voorzitter Bernice Terbeek-Baron zegt dat de leerkrachten, ondanks de uitdagende financiële tijd waaronder ze gebukt gaan, nog steeds lukt om kwalitatieve diensten te leveren. De regering zou echter prioriteit moeten geven aan onder andere het financieel aangenaam maken van het werk van leerkrachten, stelt Terbeek-Baron. Zaken die leerkrachten nodig hebben om goed en kwalitatief onderwijs te bieden, ontbreken vaak nog. Leerkrachten moeten te diep gaan in de zak als ze de beste resultaten met hun leerlingen willen bereiken. Als ik het goed heb, hebben we dat bij andere beroepsgroepen niet. Alles staat voor ze klaar. Maar jammer genoeg, in deze tijd waarin we nu leven, kunnen leerkrachten geen sociale instelling meer zijn. Ze kunnen moeilijk een kindje die geen brood heeft, van een broodje dienen. Zij zelf zijn op zoek naar overlevingskansen. Na de huldiging van de jubilarissen werd de feestelijke bijeenkomst afgesloten met een informeel samenzijn.